Onze hulp en onze enige verwachting. Er staat ook in dit middaguur in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht. En die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Ik heb namens de kerkraad voor u de volgende afkondigingen. Deze week kunt u nog collectemunten bestellen voor de volgende maand. Graag op tijd bestellen in verband met klaarmaken van de bestellingen. Deelvolente volgende week zondag 31 juli hoopt voor u voor te gaan in beide diensten. Dominica Veldman uit Staphorst. En de collecte straks. De eerste is bestemd voor de kerk. De tweede voor instandhouding van de predikantsplaats. En de derde collecte is de extra collecte die bij de slotzang aan de deur gehouden zal worden. Alle collecten van harte in uw milddadigheid aanbevolen. We zetten de dienst voor door met elkaar te gaan zingen uit de 42e psalm. Het eerste vers, het heigend her der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En het vierde, ik denk aan u, o God, in het klagen. Uit de landstreek der Jordaan, Psalm 42, het eerste en het vierde vers.
Andermaal gemeente vindt u onze schriftlezing in het Oude Testament, het Bijbelboek Hooglied. En daarvan lezen we nu met elkaar het tweede hoofdstuk en we willen grote delen hiervan bezien in het licht van het eerste vers. Dus we noemen u Hooglied 2. De tekst wordt als uitgangspunt daartoe genomen, vindt u dan in vers 1. Doch vooraf doen we in verbondenheid met de strijdende kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Den derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Schriftlezing is Hooglied 2. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen, gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gij lieden mij met de flessen. Versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Dat is de stem mijns liefsten, zie hem. Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt op mij, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijn in de kloven der steenrots en het verborgene in der steile plaats. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vangt gelieden ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijn, en ik ben zijn, die wijdt onder de lelien, totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Keer om, mijn liefste, wordt gij gelijk een ree, of een welp der herten, op de bergen van Beter. We zetten dan boven de prediking de roos van Saron en dan willen we erbij stilstaan wie hij is. In de tweede plaats hoe hij roept en in de derde plaats wat hij doet. Dus de roos van Saron en dan wie hij is. In de tweede plaats hoe hij roept en in de derde plaats wat hij doet. We willen samen daartoe eerst de Heer om een zegen vragen. Zo neemt u ons in dit middaguur ook weer een ogenblik mee, heren.
En daar waar Salomo zaken heeft opgetekend om dingen onder woorden te brengen. En we hebben het vanmorgen al gehoord en dan horen we het andermaal ook in dit middaguur. Hoe is tot uitdrukking te brengen de onuitsprekelijke liefde die hij in de eerste plaats heeft tot een zwartachtige. Hoe hij haar ziet, hoe hij haar roept. O Heer, en dan is dat het onbegrijpelijke wonder. Want als een mens zo op zichzelf ziet, dan kan dit er met het verstand niet bij. Maar dan is het uw geest die het uitstort in het hart en dan gaat er een wederspreken komen, wedergetuigen komen. Dan is het ook die wederliefde, Heere, die zich gaat openbaren. Waarom de apostel het ook mocht zeggen dat hij de Heere lief heeft, omdat hij hem als eerst heeft lief gehad. En dat gaat dan ook komen zo in het leven van een mens. Die onuitsprekelijke liefde die niet onder woorden te brengen is. Die alleen maar door beelden tot uitdrukking te brengen is, Heere. En dan komt het naar ons toe met de vraag of we ook iets van die liefde mogen kennen. Want we kunnen vanmiddag met elkaar er wel over hebben, Heere. Maar als het niet gekend wordt, dan zijn we er nog vreemd aan. En dan blijft het uiteindelijk op een afstand. En een verstandelijk spreken over Jezus. En dan zullen we wel moeten erkennen dat het toch wel heel bijzonder is, dat wat hij gedaan heeft. Maar Heer, het grote wonder wordt dan niet gekend en daarom bidden we van u. En dat ook wat ook vanmiddag naar ons toekomt, gekend zal worden. Ook met hetgeen wat we zullen horen het met zich meebrengt. Want in het leven van het geloof zijn toch de hoogte, maar ook die onuitsprekelijke diepte. Wat is het dat we hem kwijt kunnen zijn, hem niet te zien, Heere. Maar dan komt hij ons in dit middaguur te troosten. Hij komt weer en hij roept weer en hij maakt het weer als nieuw. Opdat we, Heere, dan ook maar achter hem zullen aankomen, het van hem zullen verwachten. Waartoe we elkaar dan ook komen opdragen, de troon der genade, dat u dit alles uit zult werken en in zult werken, door zult werken in onze harten. Opdat wij net als een Salomo eruit mogen leven, net als een Sulamiet het mogen kennen. En dat u daartoe met het onderwijs dan ook weer in dit middaguur komt. Daartoe laat u telkens opnieuw weer dat woord uitgaan, hier, maar ook tot aan de einde der aarde. Want u hebt het gezegd, Heere, dat dat woord van het vlees geworden wordt, dat woord van Christus gepredikt zal moeten worden aan alle creaturen. En zolang dat nog niet heeft plaatsgevonden, komt u niet weder op de wolken des hemels, hoewel de tekenen heen wijzen dat die dag wel nabij komt. En daarom bidden we van u, stoot nog mensen uit. Laat er nog evangelisten en zendelingen gevonden mogen worden, en die van hem mogen getuigen om in de duisternis van een heidens bestaan, een onzeker bestaan, te mogen spreken. En dat het de Heer Jezus is die alles heeft overwonnen. En die daarom een geopende deur heeft gemaakt, het graf een doorgang, tot in het eeuwige leven. En de duivel weet het ook, Heere. Dat zijn tijd voor het kort is en daarom gaat hij rond als een briesende leeuw. En dan lijkt hij wel almachtig, maar we mogen weten dat u hem aan grenzen gebonden hebt. Dat hij hem een bepaalde tijd krijgt, zover het u ook toelaat. En dat is zo aangrijpend, Heere. En want dat weten we met elkaar, ook de kinderen. Dat daarom Job zo hard geslagen moest worden. Dat ook in zijn leven eigenlijk die vraag kwam, waarom, waarom? Maar u hebt hem vastgehouden, Heere. En u hebt u door de diepe dal heen, hebt u hem weer gegeven. Meer dan dat hij voor die tijd had. Maar meer mocht hij u daarin kennen. Meer daaruit te leven. En dat zo de duivel dat ook nog telkens weer probeert. Want Heere, als we nog van de wereld zijn, dan laat u ons wel met rust. Maar als u komt te werken, want dan gaat hij schudden aan dat levenshuis.
gaat hij van alles en nog wat ophalen, ook uit het verleden waarom David het moest uitroepen: gedenk niet de zonde in mijn jonkheid bedreven. Maar heren, dan is uw werk toch een volkomen werk. En dan mogen we het weten dat u blijft vasthouden als wij niet kunnen vasthouden. En dat we daar vanmiddag ook iets van mogen horen. Tot onze vertroosting en bemoediging als de aanvechtingen er zijn. Maar tegelijkertijd die heerlijkheid en rijkdom en schoonheid van de koning ook jaloers mag maken, Heer, als we hem nog niet kennen. Omdat ook die bede in het hart gelegd mag worden, werkt het ook in mijn leven. En dat u zo door dat woord, dat u dan ook nog komt toe te brengen, ook in dit middaguur. Ja, Heer, zo leggen we het alles in uw handen. Al wat er geschiet op de aarde, het is u bekend, de roepstemmen die uitgaan, de nood die er is, aanslagen die gepleegd worden. Het volk van Oekraïne, u weet het, Heer, is bij u niets onbekend. Aan onze kant vaak die vragen, het onbegrijpelijke. En nou bidden we van u, Heer, dat u nog langmoedig, barmhartig en genadig zult zijn. En dat u nog een uitweg komt te schenken waar wij dit niet zien. En dat ook in die weg uw naam nog verheerlijkt zou worden en groot gemaakt. Zo dragen we elkaar aan u op hier en thuis. U weet wat we nodig hebben. U kent onze harten. Laat uw geest daartoe nog rijkelijk mogen uitgaan om de schoonheid van de koning voor te stellen, aan te prijzen en uit te werken in het hart. En dat u daartoe dan alles schenken zult op en aan de kant zo wat nodig is. We hebben er geen recht op, heren. We zijn een Sulamiet, zwartachtig. Maar dan laat u in uw woord het horen dat u voor zulke juist gekomen bent. Omdat ook onze pleitgrond mag zijn te pleiten op uw woord. Want heren, dat is toch het enige wat we kunnen doen. We hebben niets te pleiten in en op onszelf. Maar te pleiten op dat woord en het u onverdiend bidden. In Christus' naam en dat alles uit genade alleen. Amen. We gaan met elkaar zingen uit de 142e psalm, het vierde vers. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Het vijfde vers, ik riep tot u, ik zei, o Heere, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. En ook het zevende vers, voer mij uit mijn gevangenis. We noemen psalm 142 en daarvan het vierde, het vijfde en het zevende vers.
De roos van Saron, wie hij is, hoe hij roept en wat hij doet. Als je zo, jongens en meisjes, heel oppervlakkig de Bijbel leest en je hoort wel van de Heer Jezus, dan zegt je dat eigenlijk niets. Wat is er nou voor nodig om dan toch de Heer Jezus te gaan kennen, die liefde van hem kennen, als je hart ervoor open gaat? Toen ik op de Mulo zat, zat er links van me een meisje. Is zij het niet zoveel. Maar als dan die vonk van dat meisje naar jou overgaat, het raakt je hart, dan wordt het in één keer heel anders, hè? Dan lijkt het wel of ze heel anders loopt dan de andere meisjes, dat ze heel anders lacht dan de andere meisjes, dat ze heel anders kijkt dan de andere meisjes. En hoe komt dat dan? Wel, dat is nou de liefde die in je hart gewerkt wordt. Zo was het in mijn leven ook, daar heb ik mijn vrouw leren kennen. En we mogen elkaar ruim 60 jaar kennen. Daar is de Heer begonnen, niet bij mij. Maar het begon bij haar. Die vonk van haar, van ik zag haar in één keer en toen was het zo heel anders. En dat is nou eigenlijk, jongens en meisjes, wat de Heer ook doet. Als hij gaat werken in je leven, dan wordt het zo heel anders. Dan ga je eigenlijk woorden zoeken om te vertellen hoe goed en hoe schoon en hoe heerlijk en hoe lief de Heer Jezus wel is. Daar kan je er soms niet eens woorden voor vinden. Dat vinden we, zien we vanmiddag nou ook. Dan wordt er naar woorden gezocht, beelden gezocht. Om te vertellen hoe lief en hoe schoon nou koning Salomo is. En we hebben het vanmorgen gehoord hoe schoon en hoe heerlijk en liefdevol de Heer Jezus is. Maar dat gaat pas gebeuren als je hart het raakt. Daarom zijn er velen in onze dagen zien niets in Jezus. Ja, Jezus, hij is er wel geweest, dat herkennen ze. Jezus was een soort wereldverbeteraar, die nam het voor de onderdrukte op. Maar er is niets, geen schoonheid, niets, geen liefde naar de Jezus toe. En daarom hebben ze hem eigenlijk niet nodig. Maar lieve kinderen, als de Heer je hart voor hem opent, dan kan je niet meer zonder hem. Dan is het elke keer weer opnieuw dat je hem nodig hebt en dat je ook naar hem vraagt. En dan kan het wel eens gebeuren in je leven door dat er wat gebeurt, dat je dat zicht kwijt bent. Dat horen we straks ook nog, daar kom ik nog op terug. Maar dan voel je het van binnen dat je mist. Mensen die Jezus niet gekend hebben, die missen hem ook niet. Ze zeggen het misschien wel, maar wie de liefde van de Heer Jezus mag kennen, die gaat hem ook missen. En nou is het vooral ook naar jullie jongeren toe, naar de kinderen toe, dat hij zegt, ik ben ook voor jou gekomen, hier ben ik. Met die liefdevolle zorg dat hij omziet, je omhelst en als het ware naar zich toe trekt. Opdat je zijn liefde zal mogen kennen. En lief, voor kinderen gaat er automatisch wederliefde komen. Net als dat vonkje dat het overspringt. Dan gaat die wederliefde komen. En dan weet je eigenlijk niet hoe je het onder woorden moet brengen. Wie de Heer Jezus in je leven geworden is. Ik hoop dat je hem mag kennen. Misschien ken je hem wel. Want wij denken vaak dat jonge kinderen hem nog niet kennen. Maar de beelden zijn er in de Bijbel. En in het dagelijks leven wordt het ook wel gezien. Hoe iemand, zeg maar, op jonge leeftijd van de Heer mocht getuigen. Misschien die rouwadvertentie van een jochie van 14 jaar. Spelen hartstilstand. Daarvoor, een week tevoren, had hij ervan mogen spreken. Niemand verwacht, hij zelf niet, maar zeker zijn ouders niet, dat er een week later. En dat de Heer hem thuis zou halen. En zo zijn er meer beelden te noemen van kinderen. Die, waarin de Heer juist in het jonge leven gewerkt heeft. Zou ik je een voorbeeld noemen? Kennen jullie hem allemaal? Samuel.
4 jaar oud ongeveer. 4 jaar oud. Toen zijn moeder hem wegbracht naar Eli, die vreemde man. En wat staat er dan toen zijn moeder wegging, dat hij om zijn moeder riep? Mam, ik wil mee. Mam, nee. Zijn moeder had hem van de Heer Jezus verteld. En wat ging hij toen doen op zijn knietjes? En toen bad hij tot de Heer. Toen kon zijn moeder weggaan. Maar de Heer mocht niet weggaan. Dan moest de Heer blijven. Kijk, dat is nou de liefde in het hart. Er was zelfs de Heer meer dan zijn moeder. En dan mag je blij zijn met een aardse moeder, een aardse vader. Maar op een gegeven moment moet je die loslaten. Maar dan blijft de Heer vasthouden. Daarom juist, vraag maar naar hem. En dan kan je anders, niet anders dan goed van de Heer spreken. Ook als het misschien wel eens anders gaat in het leven dan we gedacht hadden. Want het zeggen mensen wel eens, ja, als het nou maar goed gaat, kan je de Heer lief hebben, maar als het tegen zit, dan is het gauw over. Ik denk juist niet. Want als het tegen zit, des te meer hebben we de Heer nodig. En roepen we om de Heer en verwachten het van de Heer. En daarom bid je erom, bid je erom. Heere, dat u ook mijn bruidegom, mijn zaligmaker, mijn Jezus wilt zijn. We hebben er vanmorgen bij stilgestaan, gemeente, dat nou Salomo beelden heeft gebruikt om dingen uit te drukken en heen te wijzen. En we hebben toen al gezegd dat het niet om Salomo zelf ging, maar dat Salomo daartoe ook dat beeld gebruikt heeft. Hoe hij uitgegaan is om een Sulamiet die er geen recht op had, nou, als het ware, naar zich toe te trekken. Trek mij, we zullen u nagaan, navolgen. En dat is gebeurd in het leven van deze vrouw. En dan is het dat Salomo er ook laat zien hoe ze nu van elkaar spreken. Het vorige hoofdstuk is er al geëindigd. Dat Salomo sprak van zijn bruid, sprak van een Sulamiet. Hoe hij haar ziet, niet hoe ze zichzelf ziet, maar hoe hij haar ziet. En dat is het belangrijkste. Het belangrijkste, hoe ziet de Heer ons? Er zijn mensen die zien zichzelf nogal als nette kerkmensen, oppassende kerkmensen, maar ziet de Heer u ook zo? Of is het dat er staat dat hij een walging aan u heeft, vanwege uw ongerechtigheid, vanwege uw hoogmoed, vanwege uw godsdienst, vanwege uw, ach, noem maar op, dat is aangrijpend. En zo heeft de Heer nou hier ook laten optekenen hoe hij de zijne ziet. En dan begint ons hoofdstuk eigenlijk met die tweespraak. Dan moeten we even opletten. En dat in dit hoofdstuk juist zo naar voren komt. Het ene wordt door Salomo gezegd en het andere wordt door Sulamiet gezegd. De eerste twee versen is dat Salomo aan het woord is. En daarna is het dat dan op een gegeven moment Sulamiet gaat spreken. Waar Salomo gesproken heeft wie hij is en waardoor zij ook net zo is geworden, staan we zo bestil. En dan gaat Sulamiet weer spreken. Bij het tiende vers spreekt Salomo weer. En aan het eind, die laatste versen, is het dat weer Sulamiet spreekt. Dus zo moet u dat hoofdstuk ook lezen. Ze hebben het hier over elkaar. Dan is het dat Salomo het gaat hebben over Sulamiet. Hij zwijgt met eerbied gezegd haar niet dood. Maar hij heeft er zo lief gekregen dat ieder het mag horen, ieder van weten. En zoals ook Christus daartoe gesproken heeft, tijdens zijn rondwandelingen gezegd heeft, waar andere mensen heeft afgeschreven, en dat het niet kon, groot is uw geloof, zo'n groot geloof heb ik in Israël nog niet gevonden. Pijnlijk voor de godsdienst, vertroostend voor de zijne. En zo is het dat ook ons hoofdstuk eigenlijk begint met de woorden van Salomo zelf. Er wordt ook wel anders over gedacht dat ook hier het woorden zijn van Sulamiet. Maar ik hou het ook voor de woorden van Salomo. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. En dan eerst de plaats, wat is dat nu? Want wij kijken naar het woord een roos. Maar die roos van Saron is, zoals het staat, een lelie. Dus niet een roos met zijn doornen en noemt u maar op.
Maar de roos van Saron is een prachtige, mooie lelie die in twee kleuren gevonden wordt. In het wit, helder wit en diep rode kleur. En zo is het dat als Salomo in de eerste plaats van zichzelf spreekt, zo is hij als die roos van Saron, zo wil hij ook zijn. Hij wil daarin zijn liefde openbaren en schitteren naar de ander toe. Om het anders te zeggen, hij wil voor die ander ook aantrekkelijk zijn, de liefde opwekken. Dat vindt u meerdere malen in openbaar, in Hooglied ook terug, dat het opgetekend staat. En zo is het dat dan Salomo is gaan spreken hoe hij dan inderdaad naar de zijne geworden is. Een lelie der dalen. In zijn schoonheid en in zijn heerlijkheid. Maar tegelijkertijd is het dat die kleuren, en hij gebruikt het daarom niet voor niets, dat hij een roos van Saron, die kleuren, dat heldere wit en dat donkere, diepe rode kleur van die lelie, die getuigen ook ergens van. In eerste plaats is hij rein en helder. En er wordt in die zin wordt er geen ongerechtigheid gevonden in die meerdere Salomo, waarvan hij mag getuigen. Zo blank en rein, dat hij uiteindelijk voldaan heeft aan al de eisen die wij niet konden doen en daarom voor God kon bestaan. Daarom kon hij plaatsvervangend komen en kon hij zeg maar voor de bruid instaan en in het paleis brengen. Maar tegelijkertijd spreekt het ook van die donkere rode kleur, dat bloed, waarvan elke keer ook gesproken wordt als het gaat om Christus, dat hij gekomen is om nou die zwartachtigen te reinigen. Hoe kon dat nou? Wel, alle witmakers van de wereld zijn daar niet toe in staat. Maar dat hij nou gekomen is om met zijn dierbaar bloed hen te reinigen en te wassen en het bruiloftskleed hen te geven. Omdat ze straks daarvoor mee God kunnen bestaan. En dat ze dan gekleed in dat kleed der gerechtigheid of in dat witte kleed zoals in Openbaring staat voor God bestaan, om nou te verkondigen dat het door hem is, niet mijn werk. Even goed dat ik daarbij stilsta. Als u in het paradijs niet gevallen was, als Adam niet gevallen was en wij niet met hem, dan zouden we in al onze naaktheid voor God hebben kunnen staan en zouden we er nog voor God gewandeld hebben. Als een teken dat wij aan de eis van God hebben voldaan. Maar dat hebben we niet gedaan. Daarom heeft God ons gelijk gekleed. Heeft hij zelf daartoe het offer gebracht, wat ook heen wijst naar het offer dat hij zou schenken, Jezus Christus. Want staat er, hij maakte rokken van vellen. Dus dat maakte, dat wijst op dat het eerste bloed heeft gevloeid. En waardoor er een bedekking kon zijn voor Adam en Eva. En die bedekking, die blijft. Na ontvangen genade, en vooral Gods kinderen die thuisgekomen zijn, blijft de bedekking. En waarom is dat? Wel, daarmee getuigen ze dat zij niet hebben kunnen staande blijven. En daarmee naaktheid voor God niet hebben kunnen bestaan. Maar dat hij hen gewassen heeft en dat ze daarom met het kleed der gerechtigheid van hem gekleed mogen zijn, bruiloftskleed. Dat is ook, gemeente, tussendoor een van de dingen die de duivel kwijt wil. Er zijn twee dingen waar de duivel vooral op uit is om dat uit te roeien. Dat is het huwelijk en dat is de kleding. Ik heb begrepen dat tegenwoordig al het op school getoond moet worden dat vrouwenmoeders zich uitkleden, omdat de kinderen moeten leren wat een jongen, wat een meisje is, en dat het heel vanzelf spreekt. Dus het is duivels. Er is de duivel op uit. Om al wat de Heer uit het paradijs heeft meegegeven uit te roeien. En is die aardig al in gelukt ten aanzien van het huwelijk. Want ja, je hebt dat boterbriefje toch niet nodig, wordt er dan gezegd. Je hoeft toch niet per se naar de ambtenaar van de burgerstand en nog midden naar de kerk. Het gaat toch om de liefde. Dat is waar.
maar wel de liefde die door God gesmeed wordt. Dat drievoudige snoer. En daarom is het dat we daarin ook een duidelijk geluid moeten laten horen. Laatst zei ik nog tegen mijn kattegezanten, mijn vrouw en ik wonen al 54 jaar samen. Samen, dominee? Ja, ik zeg samen. Bent u dan niet getrouwd? Ik zeg natuurlijk, daarom wonen we samen. Maar als je niet samen woont, dan ga je net als de beesten, dan ga je met elkaar in het hok. Dat noemen ze dan ook samen hokken. Dat mag ook al niet meer gezegd worden, want dat is niet vriendelijk en dat is niet pastoraal en weet ik wat. Nou, noem het een beetje maar bij het naampje, hoor. Dat is wat de duivel juist weg wil hebben. Maar dat is nou dat er nou getoond wordt, dat nou Christus dat kleed verworven heeft en waar nou zij mee bedekt wordt. En daarom is het ook in dat volgende vers, en dat het ook naar voren komt, dat zijn bruid eigenlijk zijn beeld is. Zij gaat zich onderscheiden van anderen. Alzo is mijn vriendin onder de dochteren, als een lelie onder de doornen. En ik denk dat we hier naar de dochteren ook mogen terugverwijzen naar wat net in het hoogste hoofdstuk geweest is, de dochteren van Jeruzalem, onderscheiden van de dochteren van Jeruzalem. Zij hebben zich gekleed. Zij hebben zich aangenaam gemaakt. Maar hier is het dat nou met Sulamiet is dat hij haar heeft gekleed. En dat hij voor haar heeft gezorgd. Een lelie onder de doornen, zo is zijn vriendin, noemt hij haar. En dat is wat nou naar voren komt, dat als we de Heer nou mogen kennen, gaat het openbaar komen. Jonge vrienden, er wordt eens gezegd, hoe kan je nou zien dat iemand bekeerd is of onbekeerd? Nou, dat wil niet altijd zeggen aan woorden, want mensen kunnen hele goede papegaaien zijn. Om dingen na te zeggen, maar het wordt wel in de levenswandel gezien. Het gaat openbaar komen in dingen die ze doen of juist niet doen en nalaten. Hoe ze zijn naar anderen toe. Vandaar dat Luther wel heeft gezegd, een waar oprecht christen is een klein christusje. En dan gaat het dus openbaar komen, het beeld van Christus. In zijn langmoedigheid, barmhartigheid, vergevensgezindheid. En noemt u maar op. Dat gaat dan ook gevonden worden bij degene die door hem gevonden zijn. En aan zichzelf heeft verbonden. En vandaar is het dat hij eerst spreekt dat hij die lelie is, om na die tijd te zeggen wat nou zijn vriendin ook is. Al het mijne is het uwe. En dat is gemeente dat dat volk nou gaat krijgen dat wat van Christus is. We hebben het wel over een mens is een rechteloze en dat klopt als die onbekeerd is. Totaal rechteloos. Maar de zijnen worden rechthebbende. Ze zullen dat zelf niet zo ervaren, ze zullen het ook niet zeggen. Maar toch zijn ze een rechthebbende geworden. Recht op de schat die hij verworven heeft en waar hij hier ten dele wel eens wat van laat proeven. Omdat er meer verlangen zal zijn om het in volmaaktheid te mogen kennen. En vandaar hebben ze het, dat de Heer het hier ook laat horen. Zij is als een lelie, daar waar hij in zijn schoonheid gezien wordt. Als die roos van Zani, die prachtige lelie die schittert. En dan gaat er iets van afstralen op zijn vriendin, op een Sulamiet. Dan gaat er iets afstralen van Christus naar de zijne toe. En aan de zijne zichtbaar wordt het zichtbaar, komt het openbaar. Komt het in uw leven openbaar? Als mensen zelf gaan zeggen, ik geloof wel, ja, dan geloof ik het ook wel. Maar komt het openbaar? Gaat er een sprake uit van de kerk? Is het dat inderdaad een ander de jaloers op kan worden? Ik sprak laatst op een boottocht die we maakten van Lelystad naar Horen. Een vrouw die kwam naar me toe. Meneer, mag ik u eens wat vragen? Ik zeg, ja hoor. Ze bent u dominee? Ik zeg, hoezo dat wel? Omdat u een zwarte pak aan hebt en een zwarte stropdas. Ik zeg, nou, dan heb je het goed. Ze zegt, ik moet van de kerk niet zoveel hebben. Ik zeg, dat is nogal wat.
Zeg, ja, ik zit ook op een camping in Lelystad en daar staan ook van die kerkse mensen. En die gaan dan zondags een keer naar de kerk toe en smiddags staan, zetten ze de vaatwas of de wasmachine aan en hangt de was aan de lijn. Dat doe ik nog niet eens. Ik ben opgevoed door een Roomse moeder en een gereformeerde vader. Ik ben niet gedoopt, want mijn vader wilde niet hebben dat de pastoor dat zou doen en moeder wilde niet hebben dat de dominee het zou doen. Maar ik heb toen wel geleerd dat je die dingen niet doet. Ik zeg, dat is waar. Zeg, ik geloof wel. Ik zeg, dat zal best wel. Zeg, en ik bid wel. Ik zeg, dat is mooi. Zeg, als er wat aan de hand is, dan bid ik toch God en hij geeft me direct. En dan zegt die buurvrouw bij op de camping, dat denk jij wel, dat is van de duivel. Ik zeg, ja, dat weet ik niet. Ik zeg, maar dan wat anders. Je zegt, nee, je gaat niet naar de kerk. Maar als je nou in die God gelooft, waarom doe je dan niet wat die God van je vraagt? Wat vraagt hij dan van me? Ik zeg, dat je naar de kerk gaat. Oh, dat heeft hij nog nooit gezegd. Ik zeg, omdat je nog nooit in de Bijbel dan gelezen hebt. De onderlinge bijeenkomst niet na te laten. En toen ging het gesprek al wat stroever. En ik zeg, en dan kan je natuurlijk wel kijken naar die mensen. En ik zeg ook dat die mensen niet goed doen. Want jij bent nou niet jaloers op de kerk omdat die vrouw zo doet. Ik zeg, maar je moet eens nou jaloers worden op één die zichzelf gegeven heeft om je zalig te maken. Wie is dat? Ik zeg, nou, Jezus. En toen stopt het gesprek. Maar daar komt het weer naar voren toe. We kunnen soms zo'n verkeerd beeld uitstralen als kerkmens dat een ander er niet jaloers op is om daar te zijn. Waar hij gepredikt en verkondigd gaat worden. En daarom de vraag, wordt het dan u gezien? Straalt u iets uit? Kent u er iets van? Want dan gaat het openbaar, dan ga je jaloers worden. Vanmorgen zei ik in een consistorie, ik heb een godvrezende grootvader gehad. Die toen ik 5 was met oma bij ons in huis gekomen is. En opa was er niet bij opgevoed. Maar één ding weet ik wel, wat opa zei, dat straalde wat uit. Altijd sprak hij goed van de Heere. Altijd was het de Heere. Ook toen oma stierf, ook toen hij zelf 2 keer een darmoperatie moest, sprak hij goed van de Heer. Toen vroeg hij, opa, is dat nooit verkeerd? Weet u wat hij toen zei? Het is bij mij ook wel eens donker, jochie. En ik ben de Heer ook wel eens kwijt. Maar dat hoef jij niet te zien. Daar word je niet jaloers op. Maar dat ik juist goed van de Heer mag kijken, dat is nou het beeld. Christus ging ook in de stilte om zijn vader aan te roepen. Maar wat heeft hij goed gedaan en goed gesproken? Om zelfs de goddelozen, de zwartachtigen op te zoeken. Om te getuigen, al het mijn is het uwe. Dat wil hij nou kwijt, lieve mensen. Hij heeft die weg, is hij niet voor zichzelf gegaan, voor zichzelf te houden. Maar die weg is hij gegaan om het nou aan zwartachtigen te geven. Omdat ze mogen delen in zijn werk en iets mogen gaan uitstralen van dat werk van hem. En daartoe is het dat hij elke keer weer spreekt en roept. En dat hij komt. En hoe is het dan in het leven van de zijne? Wel, hier is het dat Sulamiet, mag we zeggen, op de top van het geloof, zeggen we dan wel eens. Dan laat de duivel ook weer met rust. Als de Heer in al zijn liefde zichzelf openbaart, dat hij in het geloof als het ware hoog mag staan, dan blijft de duivel er wel vanaf, want dan weet hij dat hij niets bereikt. Maar wanneer komt hij met zijn aanvechtingen, met zijn bestrijdingen, als zo in de diepte zit? En dat heeft Sulamiet ook gekend. Want het lijkt wel hier een hooglied dat het alleen maar bovenin aan alles goed is. Maar hier laat Salomo ook zien dat er ook de diepte zijn in het leven, ook in zijn eigen leven. En dat het ook zo is in het leven van de bruid. Dat er dan die dieptepunten zijn. En dat gemeente, dat vindt u dan verderop terug. Als dan op een gegeven moment geroepen wordt, dan brengt onze tweede gedachte, dan gaat hij roepen. Nee, dat is niet de eerste keer dat hij roept. Hij roept elke keer weer opnieuw. Er is 1 keer in het leven dat hij waarachtig volkomen roept. En dat ligt voor eeuwig vast. Maar daarna is het in het leven van de bruid dat hij elke keer weer opnieuw moet roepen. Want wat kan ze nog weer afdwalen? Wat kan ze weer een eigen weg gaan? Wat kan ze nog weer zichzelf bedoelen? En wat is het dat juist de duivel daar zo op afkomt? En daarom spreken we wel van de wedergeboorte, de bekering in engere zin.
En de bekering in een ruimere zin. De eerste bekering ofwel de wedergeboorte is eenmalig en ligt volkomen vast. Ik hoop dat u dat vasthoudt. Ook als u er zelf niet bij kan. Dat u vasthoudt wat hij begonnen is, dat u dat ook zal voleindigen. Want de duivel komt gegarandeerd naast u zitten als u het bekwijt bent om te vertellen dus dat het niets in uw leven geweest is. Dat u zichzelf hebt ingebeeld, dat het werk van uzelf geweest is. En als hij daarin meegaat, dan heeft hij waar hij wilde hebben. Verloochening van het werk van Christus, wat hij nu begonnen is, daar is hij altijd op uit. Maar als Christus in uw leven begonnen is, het wordt eens donker. Dan zeg ik altijd, dan moet u niet van hier vandaag gaan kijken hoe u dat dan ziet zoals het toen was. Toen hij sprak, toen die liefdevonk uw hart raakte. Toen hem in zijn schoonheid ging zien en in zijn aanbiddelijkheid ging kennen. Dan moet u dat van hier naar zien, maar dan moet u vasthouden. Hoe zag u toen dat gebeurde? En dan zult u moeten herkennen en het zeggen. Toen was het waarheid, dan is het nu nog. Is het nu nog waarheid? Houd dat alsjeblieft vast. Want de duivel is altijd erop uit om bij Gods kinderen dat weg te pikken. Maar het neemt niet weg dat het wel eens donker kan worden in het leven. En ik denk juist in de psalmen dat we tegenkomen dat bij Gods kinderen menigmaal daar die donkerheid gevonden wordt. Denkt u maar aan Asaf in die psalm, die 73ste. En waarom doet de Heer dat? Nou wel, omdat we anders hier nog heel aardig kunnen uithouden. Dan zouden we met een Petrus drie tabernakelen willen bouwen. Dan willen we hier blijven. Maar de Heer brengt soms in die diepte op dat we meer hem zouden herkennen, maar meer verlangend zullen zijn om, zoals de apostel zegt, ontbonden te zijn en met de Heere te zijn. En dan gaat u iets van dat verlangen kennen. En hoe meer de Heer u elke keer weer tegemoet komt, hoewel de Heer u elke keer weer als het ware uit die put van uw onmogelijkheid en donkerheid uittrekt, des te liefelijker gaat hij worden. En dat is ook wat Salomo hier laat zitten. Want als er dan staat in dat 10e vers, mijn liefst antwoord en zegt tot mij, sta op, dat is dus Salomo, sta op, mijn vriendin, mijn schoon en kom. Dan zeiden we straks al, ze was er toch al. Jawel, maar hierna geeft hij het aan waarom hij nou weer roept. Want er staat erna, want zie. Dan gebruikt Salomo ook weer een beeld. Om eigenlijk aan te geven hoe het op dit ogenblik in het leven van Sulamit is, van zijn vriendin, van zijn liefde. Want zie, de winter is voorbij gegaan, de plasregen is over, hij is overgegaan. Dat is het beeld van de winter en van de herfst en van de winter in het leven van het geestelijk leven van zijn kinderen, van de zijne. Dan is het koud en kil en kaal. En donker. Dan kunnen ze op dat moment er niet bij en ook niet voorstellen dat het voor die tijd zo anders geweest is. Dan zijn ze dat zicht zo kwijt op hem. En dan kan het zelfs zo ver gaan dat ze hem helemaal kwijt zijn. Kent u er wat van? Dat u zelf weer tegenkomt. Dat u zo zelf weer het moet zeggen dat u bezet bent met de dingen van de wereld, bezin. Zet bij met de dingen van de tijd of misschien wel door de omstandigheden van ziekte, van pijn, van gemis, van verdriet. En dat u het zicht op hem kwijt bent. En wat is dan het rijke? Dat is de vertroosting. Als er inderdaad die wintertijd is, als die herfsttijd is, als die koude, die kilte, die donkerheid gevonden wordt. Dat hij dan komt. Want de zulke krabben het zelf niet uit. Ze kunnen er niet meer bij. Ze zien het niet meer. Ze zijn hem kwijt. En eigenlijk kunnen ze niet zonder hem. Maar oh, die omstandigheden van dat tijdelijk leven wat zo kunnen neerdrukken. En zo is het dat Salomo dat ook hier laat horen van zijn liefste. Wat heeft ze gejubeld? Wat heeft ze zich verwonderd? Wat heeft ze zich mogen uiten over die Salomo? Het heeft de kerk mogen zingen van de goede tierenheden des Heeren. En de liefde die daar gekend en gevonden mocht worden. Maar als het die wintertijd of die herfstperiode is,
dan hoort u ze niet. Dan kunnen ze niet zingen. Dan hebben ze het niet over een liefde. Maar dan is het eigenlijk het klagen vanwege de omstandigheden en misschien ook wel de vraag waarom ik. Want het kan ook in het geestelijk leven van zijn kinderen diepgaand donker worden. Maar dan mag hier tot vertroosting staan dat de Heer ervan af weet. U kunt hem kwijt zijn, hij is u nooit kwijt tot in der eeuwigheid niet. En dan is het dat hij dan weer komt en dan komt hij weer te roepen. Dan komt hij weer te roepen en dan zegt hij, sta op mijn vrienden en mijn schone, kom uit dat dal van de diepte en de donkerheid en de koude en de kilte, sta op, kom. Want als het ware de lente breekt aan en de zomer breekt aan, dat zijn die beelden die Salomo hier dan ook gebruikt. De bloemen worden weer gezien op het land, de tortelduif wordt weer gehoord. Dan is het die stralende schoonheid in het rijk van de natuur dat zingt van zijn schepper. Dat zingt van die Christus, die bruidegom. Dan schittert alles weer in dat licht van hem. En is het dat hij dan ook weer komt om de zulken het toe te roepen. Hij beurt ze als het ware uit die put. Hij tilt ze op, opdat ze zich weer zullen vermaken in hem en dat ze de liefde van hem weer zullen smaken en de wederliefde daartoe weer gevonden mag worden. En zo gaat het door in het leven van de zijnen. Dat is niet één keer dat de een meer dan de andere, maar wat veelvuldig voorkomt, dat u in die put zit, in die donkerheid zit, in die diepte zit. En de duivel maar op je stoelleuning vertellen dat het daarom niets is. O, die serpent. Maar vergeet zijn werk niet. En is het dan dat Matthäus is, dat hij in alles gelijk heeft, maar dat hij dan met dat maar naar hem moet gaan om het hem te vertellen. Omdat hij uit zijn mond het zal horen, ik weet ervan, je hebt allemaal gelijk, dat is waar. Maar ik heb ook deze gekocht met mijn bloed. Ik ben ook voor deze geworden, die lelie der dalen. Omdat deze ook rein en blank zal zijn, gewassen in het bloed voor mij. En dan voor God zal kunnen bestaan. En dan komt hij weer terug. Om ze dan weer te roepen. Omdat er dan weer gesproken wordt. En het is u misschien opgevallen in het lezen. Dan gaat hij van haar spreken. Dan gaat hij iets zeggen. Wie zei dan is, toon mij uw gedaante. Kom toch tevoorschijn. Niet met uw rouwgewaad en uw geklaag. Maar kom toch tevoorschijn, zoals ik u bekleed heb. Kom toch tevoorschijn met de liefde waarmee ik u bedekt heb. Kom toch tevoorschijn. O gemeente, dan gaat hij liefdevol spreken van die Sulamiet, die voor die tijd van hem niet kon spreken vanwege de herfst en de winter. Vanwege de koude en de donkerheid. Maar dan gaat hij van hem spreken. En dan gaat hij die liefde weer wakker maken die zo getemperd was. En waardoor die vragen wel eens konden ontstaan. Zou het echt wel zijn? Zou ik me niet vergist hebben? En dan hebben we het nog niet eens over de duivel die dat dan nog op een gegeven moment komt aandikken. Maar daarbij zelf zo gevonden kan worden. En is het dat hij weer komt roepen uit die donkerheid en de duisternis. Want hij heeft u eenmaal geroepen met een volkomen roep. Hij heeft u eenmaal gekocht met een volkomen prijs. Hij heeft eenmaal zijn liefde in uw hart geopenbaard. Omdat u tot in der eeuwigheid zal zijn. En dat er dan die wederliefde daar ook gevonden zal worden, telkens weer opnieuw. En dat u in die ogenblikken voor uzelf het moest afvragen, hoe kon het dan toch zo donker worden? Hoe kon ik hem toch zo kwijt zijn? O zeker die omstandigheden, we weten het. Maar ook dat vlees dat er zo tussen kan zitten. Hoe kon het toch zo zijn? Maar dan is het dat hij weer komt, elke keer weer opnieuw. Lieve kinderen, de Heer Jezus, die komt elke dag weer opnieuw naar je te vragen. Dat weet je. Je kan wel eens boos gedaan hebben naar mama toe, ongehoorzaam naar papa toe. En dan hoor je dat stemmetje van binnen en dan ben je onrustig.
Tenminste, ik was het vroeger wel. En dan wist ik eigenlijk nooit hoe ik het dan goed moest maken met papa of met mijn mama. Want ik voelde van binnen, het is niet goed, maar je wilde altijd maar niet toegeven. En dan lijkt dat stemmetje wel te zeggen, hou maar vast hoor, je had best wel gelijk hoor. En dan moeten we dat kwijtraken. En als je dan die droeve blik in de ogen van mama ziet. En als je dan ziet hoe papa naar je omkijkt. Dan is het weer dat die liefde gevonden wordt. Die liefde die breekt dan dat stemmetje af. En dan is het uiteindelijk dat je naar papa en mama moet gaan. Je moet zeggen, het spijt me papa, het spijt me mama. En dat is niet bij één keer, hoe vaak heeft het niet gehad. Ik heb het nog eens een keer gehad in mijn jonge jaren. Driftig jochie was ik. En als het dan niet naar je zin ging, stampen op de grond en de deur dichtgooien. Ik ben zelfs een keer weggelopen omdat ik mijn zin niet kreeg. Wat een verdriet naar papa en mama. En daar krijg je spijt van. Als dan, waarom krijg je spijt van? Omdat je ziet dat papa en mama je toch vasthoudt, lief. Dat papa en mama je toch steeds lief hebben. En elke keer weer het beste voor je doen. Nou, dat doet de Heer nou voorkomen. Dan kunnen we wel eens lelijk doen. En dan kunnen we wel eens een keer zeggen, ik ga niet naar de kerk. En dan kunnen we, ach, noem allemaal maar op. En dan komt hij elke keer weer met die liefde. Als het ware is ook hij met de traan in zijn ogen. Mijn kind, wil je dan niet van me weten? Wil je mijn liefde niet kennen? Lieve kinderen, komt hij elke keer weer om dat te laten zien. Dan breek je hart. Dan breek je hart. Zoveel liefde. Naar zo'n jochie toe. Naar zo'n meisje toe. En dan moet je het gaan zeggen, heren. Want dan ga je op je knietjes, hè. Dan zeg je, heren, ik heb er zo'n spijt van. Heren, vergeeft u mij. En dan wordt het pas rustig van binnen. Dan moet die duivel weg. Dan moet dat stemmetje weg. En dan mag je het een ogenblik weer goed hebben. Dan mag je weten, de Heren weet ervan. En de Heren zal dan zorgen. Wel, dat is ook hier wat nou bij Sulamiet gebeurde. Dan komt dat Salomo weer en dan komt hij weer roepen. Dat ze op dat moment het niet zag en het niet wist. En dat was voor haar herfst en winter tegelijk, noemt u maar op. Maar dan breekt de lente en de zomer en dan gaat het licht weer stralen. En dan gaat alles in het teken van dat licht staan. Al uitbotten, zoals de liefde weer gaat uitbotten naar de Salomo toe. Om dan op een gegeven moment te verwonderen dat hij toch haar weer kwam roepen. En zo is het beeld wat Salomo gebruikt. Om te laten zien dat Christus meer dan Salomo telkens, lieve mensen, komt. Om elke keer weer zijn liefde te openbaren, zijn liefde kwijt te willen aan zo'n wederstrevige. Aan zo'n een waar het kil en koud is. Omdat daar die liefde weer opgewekt wordt. En dan is het dat het ook zichtbaar gaat worden. Want dan is het dat er van hem gesproken gaat worden. Dat ook nog een kort ogenblik. Als hij zichzelf heeft geopenbaard in het leven van een mens, over wie heb je het dan? Over dat jij het zo goed bedoelde en dat het nou wat verkeerd gegaan is enzovoort enzovoort. Maar als hij zichzelf openbaart, wat doet hij dan? Dan doet hij ook zijn heerlijkheid openbaren. Dan is er niets meer te spreken over uzelf. Maar dan gaat u het hebben over hem. Mijn liefste is mijne. Dan gaat u van hem getuigen. En ik denk ook, gemeente, dat dat het onderscheid is in het geestelijk leven. Als het een godsdienst is, die mensen hebben het over zichzelf. Ik neem maar om het veilig te doen, dat wat de Heer zelf zegt. Dan zeggen ze, ik heb op de fluit gespeeld, ik heb in uw naam geprofeteerd, ik heb een glas water gebracht. Enzovoort, enzovoort. Ik. Maar als Christus in het leven gaat komen, dan wordt het Hij. Hij heeft naar me omgezien. Hij heeft me opgezocht. Hij heeft zijn liefde geopenbaard. En waar dit aan mij gedaan, want dat volk wordt gunnend hoor. Godsdienst niet, maar dat volk wordt gunnend. Waar dit aan mij geopenbaard heeft, gaan ze hem ook aanprijzen. Waar het voor mij kon, kan het voor jou, voor u ook. En dan gaan ze hem aanprijzen. Dan gaan ze het niet meer over zichzelf hebben, hun eigen ervaringen, belevingen. Maar dan gaan ze het over zijn werk alleen hebben.
En dan gaan ze van hem spreken, dat maakt jaloers. Dat maakt jaloers. Om van zijn goedheid te getuigen, van zijn liefde, die volkomen liefde, waarmee hij naar zwartachtig heeft omgezien. En dan is het dat u zelf dan wel die zwartachtige mag noemen, dat is niet erg. Dat hij naar mij heeft omgezien. Maar zoveel liefde, elke keer weer opnieuw. Totdat ik straks verzadigd zal zijn van zijn liefde. Om eeuwig te zingen van zijn goede tierenheden. Dan ga je daar naar uitzien. Dan gaat dat het leven worden. Misschien in het verleden wel een keer gezegd van die vriend van me, 2 voor ze sterven. 3 dochters van hem en zijn vrouw naast zijn bed. En ik zat bij hem. Hij zegt tegen me, Niek, ik heb nou geen stem. Door zijn ziekte helemaal gesloopt. Hij zei nog even, jongen. Dan zing ik boven de engelen uit. Hij zag eruit. Hij straalde van dat gezicht. Want dan zag hij zijn liefde. Dan zag hij die bruidegom. Opdat hij van hem even zou zingen. Niet om te gaan vertellen dat hij het goed gedaan heeft. En dat hij in het ambt gestaan heeft. En noemt u maar op. Nee. Maar hij straalde om die te ontmoeten. Die liefde. Om die volkomen liefde te mogen kennen, daarin te delen. En dat gebeurt als je er hier iets van bent gekend. Het zal hier altijd ten dele zijn, lieve mensen. Het zal hier nooit voorkomen zijn. Het kan wel eens een ogenblikje zijn dat de Heer er bovenuit tilt en zegt, ach Heer, het is goed als je me nou wegneemt. Een half uur later zeg je, het is me goed dat u het nog niet gedaan hebt. Maar daar zal die volkomen liefde zijn. En dan ga je er hiervan spreken. Dat is de toekomst van die bruid, dus de toekomst van de kerk, dus de toekomst van hen. Die hij gewassen heeft in zijn bloed en bekleed heeft met dat witte kleed. Die lelie der dalen, die roos van Saron. Omdat ze hier zullen weten waar ze straks zullen komen, thuis zullen komen. Wat een toekomst is. En dan kan het soms wel eens door de diepte gaan. Ik weet wel, er zijn ook van Gods kinderen die in de donkerheid gestorven zijn. En dat men wel de vraag gesteld heeft, moest dat dan zo? Hij die zo goed en rijk en heerlijk van zijn koning, van zijn bruidegom heeft mogen getuigen. De stervende God zal er een doel mee hebben, maar ze komen wel thuis. Ze komen wel thuis. Want die bruidegom staat op de stranden der eeuwigheid. Om zijn bruid te verwelkomen, aan de Vader voor te stellen. Vader, hier ben ik en degene die gij mij gegeven hebt. En zo is het dat Salomo probeert uit te beelden. Dat als die meerdere Salomo gekomen, als die meerdere Salomo u opzoekt in uw zwartachtigheid. Zijn liefde openbaart, u wast in zijn bloed. Wat dan de toekomst zal zijn en waar u hier elke keer weer iets van mag proeven. En die nieuwe mens er meer en meer uit gaat leven totdat hij volkomen erin deelt en die oude mens begraven is. Ik vraag u, en dan gaan we eindigen, heel simpel en eenvoudig die vraag. We zijn meegenomen door een Salomo om te zien op die meerdere Salomo. En door dat werk van die aardse Salomo te horen hoe dat werk van die hemelse Salomo is. Hebt u er iets van geproefd? Is er een heilige jaloersheid in uw hart ontstaan? Is het dat u ermee getroost mocht worden? Zo heeft hij het ook aan mij gedaan en hij zal zijn eigen werk dan ook voor mij voleindigen, nog effies. En dan ben ik eeuwig thuis. Amen. Psalm 92. Het 7e vers, het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeien. Wie zijn dat dan? Wel, dat zijn zij die in het huis des Heren in het voorhof zijn geplant. Die zien door de hoogstand hun wasdom steeds vermeerderen. Met andere woorden, die in hem, in het heiligdom, Jezus Christus geplant zijn. Daar zal hij voor zorgen. En ze zullen wassen en toenemen, totdat ze eeuwig verzadigd zullen zijn met zijn beeld. Psalm 92, het 7e vers.
We willen samen Dieren nog danken en bidden. Heren, we mogen u andermaal dank zeggen dat u dat woord hebt willen gebruiken. Dat zichtbare, dat hoorbare als het was in de dagen van Salomo. Om uit te beelden hoe dat werk van de meerdere Salomo is. En heren, dan kunnen we alleen maar met schuld er onderuit komen. Dat het ook in dit middaguur maar een stamelen was. Want wie kan spreken en getuigen van die onuitsprekelijke liefde die u geopenbaard hebt en openbaart voor Sulamiets, voor zwartachtigen, die voor God niet konden bestaan en kunnen bestaan. Maar zoveel liefde, heren. En dat als u dat gaat openbaren, dan schieten ze in die liefde naar hem ook tekort. Elke keer weer opnieuw, dan is het zo vaak winter, koud en kil. Maar hij gaat door. En mag dat nou de vertroosting ook zijn voor degene die u mogen kennen. Hij gaat door. Elke keer weer komt hij. Kom, kom, sta op, mijn liefste. Wat een wonder, heren. Maar dat het ook dat woord van vandaag heeft mogen klinken naar degene die van verre staan. In de verwondering dat hij zulken heeft opgezocht en dat hij nog ze zoekt. Dus dat voor de zulken ook kan. Dat ze nooit kunnen zeggen, het kan voor mij niet meer. Want dan maken ze hem tot een leugenaar. Maar dat voor hen ook nog kan. Omdat ze het nou eens zouden verliezen. Zichzelf mocht er verliezen aan hem alleen. We dragen de kinderen aan u op, Heer. Het was vanmiddag misschien wat moeilijk voor ze. Maar het staat u toch niet in de weg. Om zo ook in de harten van de kinderen te werken dat ze u waarachtig lief hebben op een eenvoudige kindelijke wijze. Van de Heer Jezus Christus mogen spreken. Wat zou het groot zijn, Heer. Als in deze gemeente en over het ronde aarde u zelf de lof gaat bereiden uit de mond van kinderen en van zuigelingen, zoals het toch staat in uw woord. En daarom bidden we om uw zegen, genadige vergeving wat niet kon bestaan, bewaring als we van hier gaan. Ook in deze week hen die met vakantie zijn weer veilig doen terugkeren en die gaan ook weer doen terugkomen, Heren. En dat we in alle deze dingen mogen weten dat u niet aan een tijd of plaats gebonden bent. We bidden het u onverdiend in Christus' naam uit genade. Amen. De 68e psalm, het 7e vers. Gelijk een duif door het zilver rit, en het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen. Ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog belonkt. Het is wat, hè? Weer met uw schoonheid pralen, zoals God het bedoeld heeft. Gaat het dan weer worden. Psalm 68, het 7e vers.
Gemeente hier en alle die met ons verbonden zijt, verheft uw harten tot God. En ontvang de zegen des Heren met de woorden uit de Petrusbrief voor u en de uwen. De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Nadat we een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen u. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen.